configuratie, vergeving en olie. De wekker, daar gebruik ik meestal, zijn mensen van de oude stempel. En het is mij een bijzonder voorrecht om hier te mogen staan in het midden als ouder oom. Het is allemaal Gods genade. En als ik u allemaal zo zie, dan kan ik alleen maar God lopen en prijzen, danken en aanbidden voor zijn goede tierenheid, voor zijn trouw en zijn liefde die hij zo rijkelijk in de familie heeft uitgegoten in al jullie harten. Groot en klein, oud en jong, van oost en west van Nederland, van alle zijden zijn jullie vandaag gekomen om dit dag God te danken en te prijzen en met elkaar te communiceren, met elkaar een contact te hebben en elkaar te leren kennen. En dat is het zo fijne en het belangrijke dat wij familieleden, vele van de jonge generatie, zien wij niet haast en we kennen elkaar niet. En dan hoor je, die is een zoon van een nicht van mij of van die of van die. Maar je wordt erg blij als je die nieuwe gezichten leert kennen. En ik geloof dat u allemaal ook eveneens zo blij en vol vreugde bent om zo elkaar te ontmoeten. En het heerlijke mooie is te zien dat we zo kleurrijk zijn. Ja. En weet u nog? Wat mij zo in gedachten kwam, wat ik eens aan opa Lachman gezegd heb, mijn vader van Kansel. En ik zei tegen hem, weet je wat, ik heb het aan Omega vanmorgen verteld. Ik zeg, weet je, het lijkt wel dat je als een Abraham hier in Suriname bent gekomen. Hij zei, want Abraham moest van Mesopotamië, maar dat was Gods roeping, en die hem bezond naar een land welke hij niet eens kende en niets van wist. En niets wetende in Paramaribo. En daar, met Gods genade, is hij op school gegaan. En dat was geloof iets van 8-9 jaar toen hij naar school begon te gaan. Maar hij leerde de Heer Jezus kennen. En ik denk dat was in de tijd van de populaire Surinaamse. En het waren Paraguizing en al die soort, al de evangelisten van toen. Alles. En zo is hij dan opgegroeid. En ik zei, kijk, zo ben je in Suriname nou door de Heer zo ver geleid, dat je ook als dominee evangelist hebt mogen werken. En wij mee, trouwens in het boekje kunt je allemaal lezen en allemaal weten straks. Ik heb zelf nog niet zo die we gewerkt hebben aan deze geweldige samen zijn en samenkomen, dat God ons gaat zegenen en veel wijsheid in zich gaat geven, zodat de familie steeds bij elkaar kan komen en met elkaar zullen leren kennen en zo mogen opgroeien en door mogen gaan. Ter eer van zijn naam, van het is onze Jezus die ons allemaal de liefde zo rijkelijk in het hart gestort heeft en dat wij elkaar lief mogen hebben en zo met elkaar mogen optrekken totdat hij komt. God zegen u allemaal. In plaats van dat ik vragen om naartoe te komen, ga ik gewoon wat reacties vragen. Meneer Kent, zo wat aan het helden. Ik denk dat we hier niet met veel op dit horen zijn. Ik ben het Nelly is er. Ik denk dat nog een van de zussen komen. Dank u. Een van de jongeren. Ja, nou zit. Maar stel hem. Ik nadenk hoor. Mijn jongeren. Familie-relaties zijn mij niet zo. Ik ben de kent u de relatie gegaan, toch? Ja,
bedacht werd. Mama, verschrikkelijk. Dank je, reactie. Ja, mama vindt het niet. Magdalene. Wat mag er nu niet maar staan? Dat is Magdalene. Magdalene is een dochter van. Oma Lachman, Alice. Oma Lachman. Alice. Is oma Alice Lachman in de zaal? Staan. Even maar staan. Dat is oma Alice Lachman. Ja, ik wil allemaal gaan lopen, dat zien we niet meer, hè? Wat vind je ervan? Nee. Kende je al die mensen? Nee. Ja. Maar ik wil even jullie aandacht voor jullie gaan lopen. Bedankt voor uw reactie. Rebecca Lachman. Nou, ik vind het fijn om hier te zijn met iedereen. En ik ben de zoon van de mensen Lachman. Omdat hij zo'n mooie spraak heeft. Het gezin met de familie Lachman op te noemen al 27 jaar. Omdat ik altijd voor mijn vader en moeder gezorgd heb om te geven. Na Lachman en na Lachman altijd gezegd, net die al zijn mensen dat kom je bij ons in huis. En ik ben hem altijd zeer dankbaar voor geweest. Ik doe alles met liefde en ik weet dat de Heer me altijd zal helpen. Wat er ook nog gebeurt. Heel hartelijk dank. Je mag je spullen hier laten, want het is dat zaakje gaat. Hallo, je moet maar even aan, hè. De bedoeling is dat we dus, als we hier weggaan, de deur hier op slot gaan. Dus we kunnen met z'n allen, de spullen die zeggen van ik moet niet mee te nemen, maar laat maar liggen, ik ben erg bang voor het zijn. Hey, die auto mag niet. Niet parkeren staat hier. Nee, lach maar. Er komen toch nog meer mensen? Nee, ik weet niet. Kijk voor die auto. Nou, hou daar. Ja. Hallo. Hey. Hallo. Hij is chagrijnig, man. Ja. Hallo. Kan ik ook niet. Hoe breng je zo niet? Oh, nee, zeg je familie last van hè? Oh ja. 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 Er is toch ook een voetbal. Voetballer. Oké. Ik ben Mario ook. Ik ben van voetballer. Ja. Tijd voor en we zijn dit sport, oké? Okay? Nee. Ja. Dit is oude oma. Ja. Thank you.
Waar is de coördinator? Ja. De hele stoet komt eraan, zoals jullie zien. De hele stoet. Jij staat er. Weet je dat je zo'n familie had? Een familie hoor. Kom dan. Daar heen. Nee, daar. Nee, daar. Nee,
heel goed. Je hoeft niet te dansen. Ga even binnen. Kom maar, laat het gaan. Ja.
De kok is niet zo snel. Hij stond net alleen, hij zou dus... Eerst stond hij alleen dan. Ja. Hij alleen maar Dit alles? Bij elkaar gaan staan? Gaat er vooraan. Ja, maar dat is niet.
Heb je een timer? Ja, ja. Maar waar gaan jullie staan? Zullen we die daarvoor? Even kijken of die nasi is nu klaar. Nog even opnieuw. Hé, wat doen ze nou? Stop hiermee.